en boven de grond. In elke stad, in elk dorp. Wavin is overal. In de Wavin Stedenrondleiding laten we u zien in welke opvallende gebouwen onze producten en systemen verstopt zitten. In deze aflevering Emmen. Welkom in de jungle. Nou ja, jungle. De grote kas bij Wildless Adventure Zoo in Emmen. Het Noorderdierenpark in Emmen wilde uitbreiden, maar dat lukte niet op de oude locatie. Dus ze hebben gekozen voor een nieuwe locatie aan de rand van Emmen. Een gebied ter grootte van 45 hectare. Vanwege het kwetsbare gebied moest de afvoer natuurlijk absoluut lekdicht zijn. En daar zijn speciale maatregelen voor genomen. Daar hangt een gele gibbon slingerap. Op heel veel plekken hier in Wildlands moet vervuild water worden afgevoerd. En als dat door één pijp gaat en die knapt, dan lekt al het vieze water de grond in. En dat moet voorkomen worden. Daarom hebben we persleidingen toegepast hier met een mantelbuis eromheen. En met speciale constructies hebben we deze leidingen dwars door de tegenputten laten lopen. Dat vroeg heel veel creativiteit. Maar het grondwater is en blijft die brandschoon, ondanks deze jongens. Tijdens het ontwerp van dit mooie park hebben we natuurlijk nagedacht hoe je de dieren het beste naar voren kan brengen. En hoe zoveel mogelijk publiek ernaar kan laten kijken. En een van die slimme ideeën is vloerverwarming. Op de leeuwenplaatsen. Door de vloerverwarming is het lekker warm en voelen de leeuwen zich lekker comfortabel en kunnen ze mooi gezien worden door het publiek. Maar ja, geen leeuw te beginnen. Met het Wavin Quickstream systeem voor hemelwaterafvoer, lijnafwatering en infiltratiesystemen hebben we zowel bovengronds als ondergronds oplossingen verzorgd. Zo houden de bezoekers van Wildlands in ieder geval altijd droge voeten. Kom, laat je nu echt een kunstwerk zien waar Wavin echt trots op is. Het groendak van het Atlas Theater. Mooi kunstwerk van 6500 vierkante meter. Het regenwaterafvoersysteem voor dit groendak is net zo bijzonder als de vorm van dit gebouw. Want groendaken en afvoeren, dat is echt een hele delicate combinatie. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat het groendak of niet verdroogt of niet verdrinkt. Omdat het gaat om een complex gebouw, zijn we al in vroeg stadium benaderd om mee te denken aan oplossingen voor de hemelwaterafvoer. Samen met onze partners, de installateur en de groendakvoorziening, hebben we samen gekeken naar de meest optimale situatie waar beide systemen goed op elkaar aansluiten. De constructie van dit gebouw, samen met de groendak en ons Wavin Quickstream Volvul systeem, maakt dit echt een bijzonder project. Al het hemelwater van dit gebouw wordt via de hemelwaterriolering getransporteerd naar de dierentuin. Emmen heeft hier een enorme hoeveelheid versteend gebied, zoals hier het Marktplein voor het theater. Maar ook hier aan de Dennenlaan in Emmen, waar weinig oppervlaktewater is, waar de regenwater naartoe kan stromen. Dat leidt vaak tot wateroverlast voor de bewoners. De gemeente heeft besloten om hier een infiltratietransportrail, oftewel een IT-rail, aan te leggen. Met als bedoeling de heel afgekoppelde hemelwater zoveel mogelijk hier in de grond te infiltreren. Dit is een infiltratiekolk. Hier wordt het regenwater opgevangen vanaf de straat en wordt direct in de omliggende grond geïnfiltreerd. De Wavin IT-rail kwam als best uit de test. In 4 onafhankelijke testen werd aangetoond dat onze systeem het snelste infiltreerde. Inmiddels ligt in dit gebied al meer dan 2 kilometer infiltratierail.